is dat overdreven, is dat niet overdreven. Maar het is ook een expositie van iets wat er allemaal gebeurd is. Ik denk ook dat het mooi is en je merkt ook dat deze mannen er ook wel trots op zijn. Ik zelf ook wel, maar het moet ook voortleven en misschien is het ook weer een aanjager voor de jeugd. Ja, het wordt tijd dat we eens een keer in Noord-Deurningen weer een goede huur aan krijgen. Dus, nee, het, al met al, ik denk wel heel gepast. Ben je er trots op? Jazeker. 3, 2, 1, daar gaat ie. Joop Zoetemelk, of misschien moet ik wel zeggen meneer Zoetemelk. Hebt u een eigen museum? Nee, ja, ik heb een klein museumpje thuis. Op de zolder. Waar ze verschillende dingen bewaard en die ik weer teruggekregen heb. Maar geen museum net als hier. Zou u het willen? Dat weet ik niet. Dan moet je echt alles weer terug hebben. En alles op kunnen zetten. Dat is er bij mij allemaal niet meer. Bent u fan van Henny Kuiper? Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Ik verklaar het onder ede. Waarom? Wat spreekt u zo aan in de wielrenner Henny Kuiper? Nou, misschien wel in de mens. Kijk naar zo'n fenomenale erelijst. Als je hier binnenkomt, sta je er onmiddellijk met je snuffert voor. En bovendien, in combinatie met het feit dat er niet veel sportverdetten zijn van de hoogste categorie, die zo bescheiden in de wereld staan.